De man die afgelopen weekend in het centrum van Breda op een zebrapad is aangereden, ligt nog steeds in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. De politie is nog steeds op zoek naar hem. Verslaggever Birgit Verhoeven is bij het desbetreffende zebrapad. Birgit, jij staat daar nu een uurtje. Je ziet daar wat verkeer langs komen. En het wil daar af en toe best hard rijden, begrijp ik, hè? Ja, het scheurt hier echt ontzettend. Het is natuurlijk geen druk moment op de dag, maar ik zie ze heel de tijd al langs scheuren. Veel auto's die langs rijden. Ze rijden dan ook hard, want ze komen met 50 aan het begin van de Prinsenkade aanrijden. En dan hier moeten ze ongeveer 30 gaan rijden. Dus dat gaat best wel met een tempo. Maar ja, ik woon hier zelf ook een eentje verderop, dus ik ken dit kruispunt. En eigenlijk wordt hier op ieder moment van de dag behoorlijk gescheurd. En dan vooral natuurlijk 's nachts als het druk is en mensen lopen hier dronken over het kruispunt. Gebeurt er hier van alles. En iemand die dat weet, die hier ook regelmatig het kruispunt oversteekt zelf, maar die met zijn balkonnetje er zelfs op uitkijkt, is Jan Chatré. Het is echt wel echt een probleem, hè, dit kruispunt. Nou, een probleem. Het valt mij op als dat het niet eerder gebeurd is, wat er nu afgelopen zaterdag gebeurd is. Want het is echt gevaarlijk. Ja, het is echt... Wat voor situaties ziet u dan of maakt u mee? Nou, er wordt punt 1 veel te hard gereden. Het lijkt te smal. Je hebt dus het omdraaien van de taxi's, dat het onoverzichtelijk is. En vergeet niet als dat het tussen pakweg 4 uur en 5 uur, dat hier tussen de 1000 en de 500 mensen de stad uitkomen. En die zijn allemaal, bijna allemaal, want dat mag ik niet zeggen, onder invloed. Of van drugs, of van drank. En dan moet je... Je kan er geen rekening mee houden, maar het is wel zo dat dat niet altijd even goed verloopt. En dat die ongelukken gebeuren, ja, sorry. Ik vind het dat het toch nog meevalt dat het pas nu is gebeurd. Want het had veel eerder kunnen gebeuren. Het is te smal. En er moet wel aan gebeuren. De snelheid moet eruit. En de weg zou eigenlijk breder moeten en veiliger. Vooral voor de fietsers ook. U zegt eigenlijk, het is een combinatie van factoren. Hè? De taxis die draaien, de mensen die dronken zijn, de weg is te smal, fietsers van alle kanten. Ja. Het is een kruispunt waar eigenlijk alles samenkomt. En dan zijn mensen ook nog vaak een beetje bezopen op zaterdagavond om 4 uur. Tenminste, dat ben ik wel eens op zaterdagavond om 4 uur. Dus het is eigenlijk een combinatie, zegt u. Maar wat moet daar dan aan gebeuren? Wat zou een oplossing zijn? Ja, zoals ik al zeg, haal de snelheid eruit. En probeer ook... dat bijvoorbeeld de taxis, dat die op de eigen standplaats die ervoor gecreëerd is, dat ze daar zo kunnen draaien. Dan hebben ze veel meer ruimte. Dan hoeven ze niet 2, 3 keer op en neer te rijden. Dan kunnen ze gewoon wegrijden. En ik weet wel waarom. Het gaat voornamelijk omdat hier dus ook snorders zijn. Nou, mensen die moeten er eigenlijk goed realiseren. Stap niet bij je snorder in. Punt 1, je bent niet verzekerd. Ze weten vaak niet waar je naartoe moet. Want ze rijden om en je betaalt veel te veel. Dus het is eigenlijk gevaarlijk zelfs om bij een snorder in te stappen. Doe dat gewoon niet. Hè? Dan heb je, dat doe je al weg. Want dan kun je daarmee die taxis terugzetten. Maar u zegt eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid bij die mensen om die snorders daar niet bij in te stappen. Ja. Maar vindt u ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor dit kruispunt? Ja, tuurlijk. De gemeente die moet hier zo moet de snelheid eruit halen. En die moet zeggen, voor mijn part, zet er flitspalen weg. Je mag hier maar 30 rijden. Ze komen hier soms met snelheden van tussen de 80 en de 100 kilometer voorbij. Omdat het gewoon zo lekker rijdt. Het is gewoon een racebaantje. Nou, en dan zeg ik van, ja, dat kan gewoon niet. Er moet iets aan gebeuren nu. Ja, vooral op die momenten, daar moet iets aan gebeuren. En die jongens, die zijn een beetje macho op dat moment. Dus die willen er eigenlijk laten zien. He, die rijden gewoon veel te hard met de auto's. En dan denk ik van, ja, dat kan niet. En dat is gewoon gevaarlijk, levensgevaarlijk. Er moet wat aan gebeuren, zegt u dus. Ja, er is nu voor het eerst een slachtoffer gevallen. Iemand die, de jongen van 34, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis in kritieke toestand. De gemeente heeft nog niet willen reageren. Willen het onderzoek van de politie afwachten voordat ze met een statement komen. Dus ja, dat wordt dan even afwachten. Birgit Verhoeven daar in Breda, dankjewel.